Hallo allemaal, leuk dat je naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Finds of the Day, deel 3 van jullie. Dit wordt het meest korte video van alle deelden, want ik heb deze hele shit al gehad. Laten we verder gaan. Kijken we vorige delen ook even. Kijk. We gaan verder met deze twee lampen. Ik heb deze Osram Faraton Dim gekocht voor mijn school. Want ik heb een project waarbij ik alle lantaarnpalen van PLN om ga bouwen naar LED. Ik moet dus 80 watt HPLN lampen ga ik vervangen voor deze. Nou, deze is 150 watt, maar die komt heel duur uit. En ik ben dus een beetje aan testen met verschillende soorten lampen. Ik had er eentje van Philips, maar die heb ik weer teruggebracht naar de winkel. Die deed het niet. Die heb ik ook niet eens laten zien aan iemand. Die heb ik gewoon even snel gekocht. En toen deed die niet en heb ik weer teruggebracht. Maar in ieder geval, deze die vallen best uit test. Deze Osram die is mooi en netjes. En hij is best wel zwaar. Die ik bij de AC-verlichting Reizen gekocht. En deze VTEC 130 watt. Deze komt eigenlijk het beste uit de test. Van alles. Want die is heel goedkoop. Hij is maar 8 euro. Die is dus 25 euro. En hij is ook nog best goed. En hij vervangt 130 watt. Oké. excuses. Het is van VTEC. Niet heel veel boeiends aan. Maar die komen dus daarin. Als het goed is. En dan heb ik deze drie HQL lampen gekocht. Voor 9 euro. Voor allemaal samen. Bij de Evi. Bij een lampenwinkel. Gewoon echt een lampenwinkel. Die moest hier vanaf. HQL 50 watt. Die krijgt er nog meer van. Van dit soort lampen. Van Osram. Dus hier zit er in elk doosje een lamp. Zoals je ziet. En dan heb ik deze downlighter. Heb ik uit, uit een oud ijzerbak gevist. Die allemaal wegging. Die is nog best wel netjes in staat. Hier hoort normaal een blauwe pin op te zitten met een kapje op kan. Maar die kap die erbij zat, die was kapot. Dus die heb ik maar weggegooid. En ik heb zelf een schroefje gepakt. En daarin gedaan. Hier hoort 2 keer PLC 26 watt in. Die heb ik op dit moment niet meer. Ik had er één, maar die is kapot gegaan. Door die rotfitting, want die blijven heel erg haken. Dan deze Osram ronde TL. Prachtig, een TLEM, hoe heet dat? Deze heet gewoon Lumilux. Ook gratis gekregen, het is een kleine TL, prachtige lamp. En dan heb ik deze doos HPLN lampen gekregen van Ziert. Ik zal er eentje laten zien. Met allemaal verschillende soorten. HPLN 50 watt, die werken allemaal. Ik zal die 50 watt een keer laten zien voor jullie. Een knopje, als ik daar druk aan, 3, 2, 1, go. Prachtig. Die gaat even opwarmen voor jullie. En dan heb ik nog, wat zit er eigenlijk allemaal in, 125 watt. HPLN lampen zijn mijn favoriete lampen. Nog meer 125 watt. 80 watt. Nog meer 125 watters. Ik heb heel veel 150 watters. Je ziet, dit is een 80 watter. Voor de rest alleen maar 80 watt. Niet heel veel boeiend aan de lampen. Die zit opwarmen nu. Dan zijn we eigenlijk ook gelijk klaar. Die is eigenlijk al een beetje ver aan het opwarmen. Toch gaat die alweer uit. En dan ga ik weer de fitting halen. Toppie. Heb ik iets vergeten? Nee, ik heb niks vergeten van jullie. Dat was dus de Finds, de Gets of the Week. Hopelijk vond je het een leuke video. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hier beneden. Reageer als je dat nodig vindt. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.